ook in Nederland zijn we natuurlijk kampioen part-time werken als vrouwen. Ja. En op het moment dat er een scheiding komt of zo, dan durven de meeste vrouwen dat niet aan. Nee. Omdat ze denken van, ja, maar dan ben ik economisch niet sterk genoeg. Welkom bij Sleutelfiguren. Mijn naam is Janine Vos en ik ga hier thuis in gesprek met twee succesvolle talenten over kansen. Over kansen krijgen of kansen creëren. Er zijn twee gasten hier vandaag bij mij aan tafel. Eén daarvan is Nina de la Parra, de 35-jarige Nederlands-Surinaamse theatermaakster die bekend is van haar boek Make Women Come. Daarnaast heb ik Lale Gül, de 24-jarige Nederlands-Turkse student die bekend is van het boek Ik ga leven. Beide dames kun je eigenlijk niet in een hokje plaatsen. Nina zegt over zichzelf, ik ben een spion. Lala daarentegen heeft eigenlijk gebroken met haar islamitische achtergrond, met haar familie en kennissen, omdat ze kritische vragen stelde. Welkom Lale en welkom Nina. En Nina, spion. Nou ja, omdat ik gedurende mijn leven in Nederland toch heel erg vaak word aangezien voor de meest Nederlandse autochtone vrouw ooit. En dat is gewoon niet zo. Maar dat kan je gewoon niet aan me zien en je kan het ook niet aan me horen. Maar mijn binnenwereld en de manier waarop ik ben geconditioneerd en ben opgevoed en opgegroeid is letterlijk voor de helft Surinaams. Dus ik ben een soort van hele gekke spion, omdat ik heel erg vaak ook in een omgeving ben met alleen maar witte Nederlanders. Ja. En heel erg vaak op waanzinnige racistische dingen ben gestoten, dat mensen grappen gaan maken en dingen, omdat ze niet vermoeden dat ik een hele diepe band heb met Afro-Caribische cultuur en eigenlijk gewoon er heel anders uit had moeten zien, zo te zeggen. En Lale, als je dit hoort, hè, spion, jij hebt juist gezegd, ik ga uit mijn cultuur. Ja, nou, er was een tijd dat ik me er gewoon nog heel goed in thuis voelde, hoor. Ik bedoel, het is uiteindelijk wel een hele gezellige cultuur om als kind mee te maken. Ja. Dat was echt meer de normen en waarden die heel erg vast stonden. En ja, daar kon je niet echt van afwijken. Vooral kuisheidsregels en zo. Ja, dat was niet per se mijn pakje aan, zeg maar. En dat, ja, op het moment dat je daar problemen mee ervaart of kritisch op bent, ja, dan merk je een hele, ja, hele grote tegenstand. En ja, dat was wel het moment dat ik me er helaas niet meer in thuis voelde. Oneens. Keihard oneens. Ja, ik ook oneens. Ja, ik geloof niet dat wij als mensen per se een heel erg eigen keuze hebben. Dus je kan zeggen van, ik heb hele goede keuzes gemaakt, maar dat is naar mij toegekomen. Laten we zeggen, ik wist niet dat het een goede keuze was. Er is iets naar me toegekomen en toen heb ik in een bepaalde energie ervoor gekozen om bijvoorbeeld te gaan werken met Titus Muizelaar, mijn regisseur en coach en dramaturg. En dat is de reden dat ongeveer dat mijn carrière zo is gaan lopen. En jij, Lale? Nou, het is wel voor een deel van jezelf, denk ik. Het is ook weer het andere uiterste om te zeggen, het is helemaal niet van jezelf. Tuurlijk, je werkt er gewoon keihard aan. Een boek schrijven is echt niet zo. Het is echt niet wat je in een week doet of zo. Je moet er keihard aan zitten. Dus in die zin... Ja, maar de drive om dat te doen en om dat te kunnen, die komt ergens vandaan of zo. Heb jij sleutelfiguren gehad of mensen die jou kansen hebben gegeven? Ja, heel erg veel. Heel erg veel. Mitzi van der Pluim, mijn uitgever, heeft me natuurlijk een hele grote kans gegeven dat ik mijn boek kon schrijven. Nogmaals, Titus Muizelaar, mijn regisseur Adelheid Rozen, theatermaakster, dat ik met haar in een soort ontwikkeltraject kon gaan. Fonds Podiumkunsten, weet je, heel erg veel mensen. Maar ook inderdaad de media. Ook inderdaad dat toevallig een voorstelling die ik heb gemaakt is opgepakt op een manier die inderdaad deuren opent. Nou, in mijn geval was het dus heel erg de media die mijn verhaal oppikte. Nou, het begon met Op 1 en daarna kwam de rest. Maar er zijn genoeg schrijvers en schrijfsters waarbij ik zie dat ze een heel goed boek hebben gemaakt en niet door Op 1 worden uitgenodigd. En dan kan je wel 1000 keren bellen naar Op 1 en dan zeggen ze, ja, we zijn gewoon niet geïnteresseerd. Het moet je echt gegund worden. Ja. En het heeft natuurlijk ook te maken met gewoon waar je wieg staat. En ik bedoel, als ik gewoon in het dorp van mijn ouders was geboren, dan was ik gewoon nu boerin, hoor. Dan was ik geen schrijfster. Dus ja. Ja. Mee eens. Eens. Ik moet dan bijvoorbeeld denken aan moederschap combineren met een carrière. Ja. Maar stel je voor dat je gewoon helemaal geen luxe positie hebt waarin je een carrière kunt opbouwen of zo. Of waarin je kinderopvang kunt betalen of zo. Zoals het in heel veel landen bijvoorbeeld is. En ook gewoon in Nederland trouwens. Dan kun je dat ook gewoon niet combineren. Dan blijf jij huismoeder of
huisvrouw of moeder. Ook in Nederland zijn we natuurlijk kampioen part-time werken als vrouwen. Ja. En op het moment dat er een scheiding komt of zo, dan durven de meeste vrouwen dat niet aan. Nee. Omdat ze denken van, ja, maar dan ben ik economisch niet sterk genoeg. Kom maar eens inderdaad aanzetten bij een vrouw uit Suriname die niet de kans heeft gehad verder te komen dan de lagere school. Die niet de kans heeft gehad om zelf ooit te gaan werken. En als ze al werkt, dan verdient ze er zo weinig geld mee. Ja. Met een soort schoonmaakjob ergens. Ja, probeer maar eens tegen haar te zeggen, terwijl ze een alcoholische man heeft thuis die er, weet je wel, slaat en waar ze wel financieel afhankelijk van is. Nou, je moest dus eventjes Virginia Woolf's essay lezen over, dan kan het happen, weet je. Dank jullie wel. Veel om over na te denken. Ja. Bedankt voor het kijken. Luister ook naar de podcast Sleutelfiguren op lynda.nl/sleutelfiguren. Daar ga ik met zowel Lale als Nina in op wat hun weg is naar succes.